Beep, beep, beep. Maar die komen hier niet op hoor. Want ze hebben hier ook mooie streepjes getrokken. Dus dit blijft gewoon platen. Dus dit is eigenlijk gewoon kortstondig. En waar die tegels nou weer moeten komen, ik denk waarschijnlijk daarom. Nee, dat is wel mooier tegen. Door de pik niet. Hé? De pik niet. Dat is niet mooi. Dat zijn mooi. Nee, dat zijn niet mooi. Nee, ze zijn niet mooi. Nee, dat zijn stoeptegels. Dat zijn halve stoeptegels. Ja, nou, dat vind ik niet mooi. Maar heb je gezien wat daar moet komen? Heb je die bouwtekening gezien? Nee. Nou, er ligt wel een bouwtekening op de grond, maar ik zal het maar even inleggen. Het padje waar je langs loopt, nu, komen bomen te staan. Je ziet die vierkante vlakken. Ja, daar komen bomen te staan. Ja, maar er komen verderop komen er ook allemaal bomen te staan. En juist omdat die bomen te komen, denk ik ook dat ze een beetje een sierlijker... Ik weet niet hoe ze dat gaan leggen. Misschien gaan ze het wel om en om leggen, weet je wel. Dat is wel gezellig. Ja. Ja, dan gaan we van de zomer wel even een stoeltje bijnemen en een tafeltje, dan gaan we daar even zitten. Nou, het maffe is, het leuke is eigenlijk, ik weet niet of ik dat verteld had, daar verderop. Want de dame, die hebben ervoor gezorgd dat die grote boom bleef. Ja, ja, dat vertelde je. Ja, maar ze had ook hinder van de vuilnisbakken. Ja, dat vertelde En die je. Staan nou aan de straat. Ja, dat vertelde je. Oké. Okay. Je moet niet in de herhaling komen, want dan mag je morgen 4 uur op. Ja, maar dan is het nog niet licht genoeg om te kunnen... Ja, het gaat wel. Nou, ik doe mijn lopen en ik laat het aan een Canadees zien. Van dat ik eerst met dat rolding liep. Dus zo doen we. Ik kan niet wachten. Maar die had ook gezegd, die bankjes moeten weg. Maar dat vind ik onzinnig. Van een hele hoop mensen... Er komt wel een bankje terug. Dus. Ja, natuurlijk wel. Want anders kom ik ook de trap niet op. Oh ja, daarom. Want nu met lopen? My goody. Ik heb... Tot aan het eind van de plantage gelopen, dan loop je terug. Maar er staat dan zo'n, weet ik veel, zo'n kastje. Die had ik toch wel even nodig, want het begint steeds meer te piepen en te kraken. Maar die vriend van mij die zei tegen me, no pain, no gain. En dat was van meneer Roosevelt, die PM. Ja, we gaan het nog zien. Oh ja, maar ik denk dat het heel erg gezellig wordt. Wat? Dat zeg ik net. We nemen al een stoeltje mee, een tafeltje mee, dan gaan we er gezellig zitten. Nee, dat hoeft niet, want die tafeltjes gaan ze daar neerzetten. Oh, komt ook een tafeltje? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, hier, die dingen die staan er nog, die andere zijn weggehaald. Ja, deze hebben we ook stuk gemaakt. Ja, nee, die is niet stuk gemaakt, die was zo. Die was zo? Ja. Dat natuurlijk niet. Jawel. Nee, dat is altijd zo geweest. Nee, ja, dat al de hele tijd. Dus niet, zo hoort het niet. Hebben ze hem eraf gezaagd? Ja. Lijkt me onwaarschijnlijk. Wat moeten ze nou met zo'n stuk profielstaal? Nee, dat is er niet afgezaagd. Dat kun je wel zien ook. Hij is weg gehad. Nee, dat kun je zien, want hij is glad daar ook. Hij is weg gehad. Ja. Nou ja, goed dan. Waarom zagen ze dan de rest er niet af? Oh nee, daar valt die bank door. De zaag was gebroken. Oh, dat was het. Oké. Je eten opruimen, want anders bevriest het. Ja, het zou toch wat. Ik wens je een hele fijne dag toe. Hetzelfde. Dankjewel. Hoi hè.
Thank you.